Dus je wil het liefst gewoon zoveel mogelijk spelen. En ja, nu moest ik het af en toe dan met een invalbeurt doen. Maar ja, het liefst speel je natuurlijk gewoon vanaf het begin. Dus ja, ik hoop dat ik de kans daarvoor krijg. Ik denk dat we meerdere spelers hebben die de laatste tijd wat minder hebben gespeeld. Die eigenlijk prima het in kunnen vullen. Dus daar is Dirk er één van. En dat is ook alleen maar goed. Ik bedoel, als het van 11 zou afhangen, dan zou het niet goed zijn. En we hebben meer spelers die het in kunnen vullen. Ik denk dat we sowieso best wel wat wedstrijden hebben gehad dit seizoen waar we eventueel meer punten hadden kunnen halen. Maar ja, weet je, dat is allemaal gebeurd. We moeten kijken waar dat aan ligt. Maar uiteindelijk heb je goed gevoetbald, maar te weinig punten. En dat mag je jezelf niet laten overkomen. Tenminste, niet 2-3 keer achter elkaar. En dat zullen we beter moeten doen. Uiteindelijk ja, best wel tevreden over hoe het begin van het seizoen ging inderdaad. Ja, mijn plekje veroverd en... ja, toen een vervelende blessure gehad. En ja, dan weet je van ja, weet je, als de jongens het goed doen en als we punten pakken, dan moet je op je plek wachten. En ja, dat is een beetje de situatie. Dus ja, dan moest je maar even wachten. Nou, jij weet dat je 1-1 kunt tegen RKC scoren met het hoofd. Dat heb je een oefenwedstrijd in de voorbereiding gedaan. Klopt, ja. Ja, het zou mooi zijn als dat nog een keer kan gebeuren. Maar ja, met het hoofd zou ik wel heel mooi vinden.